Octo, even da capo. Vergeet de sores en de pijn. En denk aan hoe goed we samen zijn. Alsjeblieft, ga niet van me heen. Ik kan het beslist, nee beslist niet alleen. Nee, 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 no, 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 na, na, na. Ga, 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 als een speer. Doe, geef het niet op. Want nu heeft meneer Krabs geen cent meer. Kom nou terug, anders wordt de toer een flop. Het was mislukt voor het begon, het was een valse start. Samen zijn met SpongeBob is slecht voor mijn hart. Ja, dan liever die plankton. Supermarkten, bejaardentehuizen, kinderen, amper 6 jaar. Mijn carrière aan het vergruizen, ik stort helemaal in elkaar. Wat een baan, dit heeft geen zin, niks voor mij. Meneer Krabs mag lekker failliet gaan en de boom in, het is gewoon voorbij. Niet zo cru, meneer Krabs heeft ons nodig nu. We worden vanzelf echt wel een groot succes. Kom op man, vergeet alle stress. Ik had beloofd dat ik niet huilen zou. Mensen, ik sterf hier van de kou. Ik wil naar huis, maar ik vraag me af, waar ben ik nou? En dan al die blaren van al dat gesjouw. De tentakelupres, ik ben bont en blauw. Wauw, 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 wauw. Het was een dolkstoot in mijn rug, maar ook heel emotioneel. Daarom draai ik me nu om een keer terug. Dan stem ik mijn gitaar en speel. En neem een aanvlucht. Want dit wordt jouw moment. Hoe jij je voelt, verwoord jouw instrument. Dat was eigenlijk best wel goed. Echt vet, joh. Dat was prachtig, jongens. Ongelofelijk. Het publiek vindt ze steengoed. Al die mensen zijn naar het centrum van de woestijn gekomen om Octo en SpongeBob te zien. Of ze komen voor de meteorenregen die juist vandaag het Noorderlicht kruist en voor een lichtshow zorgt die je maar eens in je leven ziet. Dank u en tot ziens, hè. Kijk, daar komen de Krabs. Octo en ik hebben opgetreden voor een joelende massa. Wat leuk. Ik heb weer zoveel geld dat ik niet weet wat ik ermee moet. Nou, volgens mij weten zij nog wel een bestemming. Wie? Dan krijg je geld terug van meneer Krabs. Hij begint hier. Een lange en boze rij later. Zo, zo, zo. Volgens mij is dit voor jou ook het einde van de rij. Zowel letterlijk als figuurlijk. Waarom zou jij nog geld krijgen? Eens kijken. Ik denk schade aan mijn apparatuur, misgelopen inkomsten en gewoon zomaar. Jij krijgt geen stuiver van me. Klopt. Ik krijg 1 miljoen stuivers van je. Roadies, we gaan incasseren. Wat gaan jullie... Oh ja! Oh. Oké, jongens, ons werk zit erop! Nou, krokante krab, dat is... Oh, dit is ons afscheid. Waarom? Niet huilen, meneer Krabs. Hier, u mag het geld hebben dat Gerrit heeft gespaard voor... school. Zo, SpongeBob, klaar om te doen wat we het beste kunnen? Ik ben er klaar voor. Goed zo, knul.